Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Braziliaanse ambassadeur biedt geloofsbrieven aan, Suriname voert constructieve gesprekken met oliemaatschappijen en minister Ramadine gaat in op werkbezoek in de Verenigde Staten van Amerika. De nieuwe Braziliaanse ambassadeur, José Rafael López Mendes de Acevedo, heeft op woensdag 5 mei zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokhi. De banden tussen Suriname en Brazilië zijn altijd goed geweest. Ook tijdens deze ceremoniële plechtigheid is de goede relatie tussen de beide landen wederom aangehaald. First of all, I think that there's very little contact between the business sectors of both countries, and there can be so much more. So the governments can definitely foster through official channels the visits of potential investors here and to Surinamese investors in Brazil. There's economic cooperation, there's technical cooperation that favors, obviously, the economic sector because it can make agriculture better, it can make fishing better, it can make any sort of economic activity more productive. Brazil has a lot of expertise and capacity building to offer. And again, as soon as the COVID situation gets better, we will be able to start again bringing missions here and taking Surinamese citizens and members of government to Brazil for capacitation, and I think that this is a huge thing between the two countries, but it already exists. I think it's a question of potentializing it. I think the biggest challenge and the biggest perspective in terms of opportunity is the oil and gas sector. Suriname is in the news worldwide because the findings of offshore oil are quite sizable. This can transform the Surinamese economy. Brazil has a lot of expertise through its state-owned Petrobras company, which has a lot of experience in deep water drilling. Certainly this expertise can be a benefit to Suriname. And certainly we can see joint ways of investing. And obviously the northern region of Brazil is always needing more energy. And with the considerable production of gas in Suriname, it is very likely that much of that will be exported. And the natural candidate for that is Brazil. Het gebeurt regelmatig dat ambassadeurs die hier te landen zijn geaccrediteerd, vertrekken. En zo is recentelijk ook de voormalige ambassadeur tot Suriname, de Braziliaanse ambassadeur, vertrokken. In zijn plaats is heel snel benoemd de nieuwe ambassadeur, de heer ambassadeur Acevedo. Wij zijn natuurlijk blij met een spoedige benoeming,
omdat het aangeeft de belangrijkheid van de relatie tussen Suriname en Brazilië. En die relatie is belangrijk omdat we reeds geruime tijd bezig zijn de betrekkingen met Brazilië aan te halen. Niet alleen op het politieke niveau, op het diplomatieke niveau, maar ook op het niveau van het zaken doen. En wij hebben afgesproken dat naast de technische samenwerking, welke enorm goed is, Suriname maakt als een van de weinige landen in de wereld enorm veel gebruik van hun pakket aan technische bijstand. Dat is reeds jaren aan de gang, dus we zijn daar heel blij mee. Maar daarnaast willen we de relatie verder ontwikkelen in termen van zaken doen, investeringen. Ook in de olie en gas, de shorebase, de bruggen, infrastructuur, agrarische sector. Er is enorm veel interesse in Brazilië voor deze sectoren in Suriname. Dus we hebben afgesproken dat we ook op dat stuk tot een versteviging van de relatie willen. Maar daarnaast ook in multilaterale zin. Brazilië speelt een belangrijke rol in de wereld. Het speelt een belangrijke rol in termen van leiderschap in het Zuid-Amerikaanse op het Zuid-Amerikaanse continent. Wij zijn buurlanden. We willen daar goed gebruik van maken. Dus daar is ook veel over gesproken. En we zullen de consultaties verder plegen. Daarnaast heeft president Santokki sinds vorig jaar bij de onafhankelijkheidsviering aangegeven hoe belangrijk het is in deze subregio met Brazilië, Guyana, Suriname en Frans-Guyana toch een zone, een economische zone te creëren. En daarvoor had hij president Bolsonaro uitgenodigd. Hij kon toen niet komen, maar wederom is de toezegging gedaan dat zodra COVID-19 het toelaat, president Bolsonaro Suriname zal bezoeken. En dan zullen wij dit strategisch deze strategische ontmoeting met de staatshoofden van de andere landen ook hebben. Dus wij hopen dat we niet alleen onze betrekkingen tot de bilaterale sfeer, dus tussen Brazilië en Suriname, maar dat ook een rol spelen in het versterken van de economische integratie in dit gebied. Dat zijn allemaal belangrijke dingen voor de toekomst. Het helpt ons land beter positioneren in de wereld. En met olie en gas is er enorm veel interesse in Suriname, ook in Guyana, maar zeker in de Suriname-Guyana-bassin. Dus ik denk dat met deze benoeming we voort kunnen gaan en dat we hopen dat de relatie met de nieuw benoemde ambassadeur een goede zal zijn, succesvol en productief. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen maakte onlangs deel uit van de ministeriële delegatie die een werkbezoek gebracht heeft aan de VS. Tijdens die gelegenheid heeft de bewindsman van gedachten gewisseld met de toonaangevende oliemaatschappijen die actief zijn in het Surinaams kustgebied. Ook is van gedachten gewisseld over onder meer het gebruik van hernieuwbare energie. U hoort minister Abiyamofo tijdens de online persconferentie van dinsdag 4 mei. Met de diverse maatschappijen is er gesproken over onder andere hun werkprogramma's, over solidariteit, over climate financing, over hun CSR-beleid. Total, die nu de operator is in blok 58, heeft wederom bevestigd dat er een programma wordt uitgevoerd gericht op eerste productie in 2025. Dat is heel goed nieuws. Ook bij Apache is dit bevestigd. En u weet dat Apache en Total zijn partners in blok 58. Apache heeft benadrukt dat zij nagenoeg al hun middelen inzetten voor de verdere ontwikkeling van blok 58. Er is gesproken over eventuele medewerking vanuit de verschillende ministeries, maar ook vanuit Staatsolie, om de vaststrekking te doen ten aanzien van de ondersteuning van de eerste ontwikkeling. Wij als regering, we hebben ons eraan gecommitteerd, Staatsolie ook, om alle steun te geven ten einde geraken tot de eerste productie in 2025. Er is ook gesproken over milieu, het onderzoek naar het milieu, de biodiversiteit geniet ook prioriteit. En dat onderzoek wordt gedaan op basis van, moet ik zeggen, internationale standaarden. Maar
ook op basis van de standaarden van ons eigen Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling, NIMOS. Er is verder gesproken over de FID, de Final Investment Decision. De verwachting is dat die ergens begin volgend jaar gepresenteerd zal worden. En dan, wanneer het zover is, zal het plotseling anders zijn in Olieland Suriname. Omdat er dan een asset in handen zal zijn. Dan gaan we niet meer praten over een significante vondst. Maar dan zal duidelijk zijn wat er precies in de grond zit. En wat de commerciële waarde daarvan is. En dan zullen de financiële afspraken vastgesteld kunnen worden. Je hebt dan een asset in de hand. Je weet precies wat de commerciële waarde is van de oliereserves. Via dokter Total Eren heeft het bedrijf Total bereidheid getoond verder om te investeren in hernieuwbare energie in Suriname. Wij hebben als regering het streven om zo groen als mogelijk te zijn ten aanzien van onze energieproductie. En waar het mogelijk is om fossiele brandstof te vervangen door hernieuwbare energie, dan willen we ook die mogelijkheden exploreren. En ik moet zeggen dat Exxon door middel van het bedrijf wel heel veel ervaring heeft op het gebied van hernieuwbare energie. Ook met Exxon is er gesproken. Exxon is samen met Petronas actief in blok 52. Op dit moment zijn ze drukdoende met leases van de fonds die eerder is gedaan in dat blok. Ook het 3D-seismisch onderzoek vindt verder voortgang. In elk geval, na de analyse zullen er verdere besluiten genomen worden. Maar voor nu heeft Exxon alvast de Surinaamse autoriteiten uitgenodigd voor een bezoek aan Guyana, waar Exxon reeds in de productiefase zit. En, maar dat we op uitnodiging van Exxon ook kunnen meenemen de lessons learned van Guyana in hun samenwerking met deze oliemaatschappij. Met Shell is er ook gesproken. Die is vrij recent operator geworden in blok 42. Zij zijn heel enthousiast om het onderzoeksprogramma vlot te trekken. En die plannen zijn gepresenteerd en in 2022 zal een exploratieput in blok 42 geboord worden. Ook daar hebben we alle ondersteuning toegezegd. Met CNOOC is er ook gesproken. CNOOC is er een Chinees multinational. Sowieso ook actief in Amerika, maar ook bijvoorbeeld in Guyana. Hier bij onze westerburen. En zij hebben hun interesse in blok 58 nogmaals kenbaar gemaakt. CNOOC is verder ook geïnteresseerd in de minder diepe wateren. En daarin hebben ze alvast de nodige data aangeschaft. De Surinaamse delegatie die onlangs in de Verenigde Staten van Amerika gesprekken heeft gevoerd met financiële instellingen, waaronder het IMF, heeft intussen de vaste commissies in de Nationale Assemblée geïnformeerd over het verloop van deze onderhandelingen. Tijdens het bezoek aan de VS is door de instituten het vertrouwen benadrukt dat ze hebben in de wijze van aanpak door de regering. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking ging tijdens een Zoom-persconferentie op dinsdag 4 mei hierop in. Het algemene doel was om concrete en doelgerichte gesprekken te hebben met bestuurlijke autoriteiten en instanties in de Verenigde Staten.
met vertegenwoordigers van internationale en regionale financiële instellingen en ook met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de bankaire wereld. En dat was allemaal bedoeld om het ingezette proces van herstel en gezondmaking van de belaste economie te ondersteunen. Politiek diplomatiek was het ook een voortzetting van de activiteiten die zijn ondernomen sinds de regering Santokki-Brunswijk is aangetreden om onze reputatie, onze politieke reputatie, maar ook onze financiële-economische reputatie verder te ondersteunen. Het is gebleken dat in de afgelopen 6-7 maanden uit de vele Zoom-meetings, virtuele meetings, dat er veel begrip en ondersteuning is voor de Surinaamse realiteit, maar meer nog voor het beleid dat gevoerd wordt om tot gezondmaking te komen. Maar virtuele meetings hebben een effect tot een bepaald niveau. En het was na zoveel Zoom-meetings wel noodzakelijk om face-to-face, zo goed als mogelijk face-to-face, met autoriteiten en instanties gesprekken te voeren. En ik moet zeggen dat terugkomend van die gesprekken dat nadrukkelijk is bevestigd dat een Zoom-meeting inderdaad nuttig en efficiënt is en kostenbesparend is, maar een face-to-face meeting enorm effectief is in termen van het begrip dat gecreëerd wordt en meegenomen wordt van de situatie in Suriname. Maar wat ik wel wilde meegeven, want u heeft een paar keer gehoord de enorme steun die wordt uitgesproken aan het beleid, niet alleen aan de regering, maar ook het beleid dat is ontwikkeld over de afgelopen maanden en de voortzetting daarvan aan herstel. We weten, en meneer Karel Ekbor zal dat nadrukkelijk benadrukken, dat het traject niet een gemakkelijke zal zijn. We zijn zeer realistisch daarover. Minister Tjeibersing ook aangeven hoe moeilijk het is geweest om tot deze fase te komen. De volgende fase van uitvoering gaat enorm veel werk zijn. Ik wil dat niet onder stoelen of banken schuiven. Het is niet een makkelijk proces. En we gaan inspanningen moeten krijgen en delen van iedereen in die samenleving. De complimenten die worden gemaakt zijn niet zomaar zo omdat men ons aardig vindt, maar omdat het gaat om een serieus, onderbouwd, wel goed doorgerekend programma. En daar moet u wel rekening mee houden, want deze uitspraken worden niet alleen gedaan door bevriende naties, of met naties waar we een goede relatie hebben opgebouwd, maar ze worden ook uitgesproken door professionele organisaties die eigenlijk geen affiniteit met Suriname hebben. Zoals een Goldman Sachs, een Citibank, maar ook de oliemaatschappijen. Allemaal zeer onder de indruk van niet alleen de kwaliteit van de onderhandelingen, maar ook de snelheid waarmee het is gebeurd en de beleidsmaatregelen die reeds zijn genomen. Ik wil dat benadrukken, omdat we ook dat vertrouwen hier binnenlands moeten hebben in ons eigen kunnen en in ons eigen vermogen. Zonder dat vertrouwen gaat het ook moeilijk zijn. Ondanks het feit dat het een niet gemakkelijk traject zal zijn. Ik wil ook aangeven dat er een professionele uitvoering hier aan ter grondslag zal liggen. Een professionele uitvoering, planmatig en georganiseerd. Dus IMF zal daarop staan, maar het is ook belangrijk voor ons eigen beleid om die ontspoorde economie weer op de juiste rails te krijgen. Dit was Focus. Vergeet u niet de COVID-19 maatregelen in acht te nemen. Goedenavond.